Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Nederland lag er vandaag een vrij zonnig bij, nog wat hoge sluierwolken. Maar verder was het eigenlijk zonovergroten. We zien dat dat ook voor een groot deel van Europa geldt. Hier en daar nog wat laaghangende bewolking. Maar in grote delen van Centraal-Europa was het vandaag een behoorlijk zonnig. Er ligt wel een frontaal systeem over Ierland. Sorry. Over Ierland en uh, het westen van Frankrijk. Nou, dat komt heel langzaam dichterbij. Daar hebben we voorlopig nog even niet mee te maken. Datzelfde frontale systeem zien we ook op deze modelvelden. Heel mooi liggen: het koude front, lager drukgebied daarbij. Nou, zoals gezegd, dat alles komt langzaam onze kant op. Zal het in beweging zetten? Dan zie je hoe het zich verplaatst. Het kruipt binnen Frankrijk, het kruipt naar Wales en daarna Engeland. Maar voordat het ons bereikt, dan is het al in de nacht uh, naar woensdag en woensdag overdag. Voor die tijd, voor dit front uit, kan de juist hele zachte lucht ons land binnenstromen en daardoor krijgen we in de loop van de dinsdag met hoge temperaturen te maken. Misschien dat het lokaal zelfs 20 graden wordt. Nou, inmiddels is het dan donderdag en dan zien we dat het front net ten oosten van ons ligt. En dan heeft het ons land dus alweer gepasseerd. In de Alpen kan er dan wat sneeuw vallen. Bij ons vanavond dus nog droge omstandigheden, brede opklaringen, temperaturen halverwege de avond, de graad of 10 à 11. Windwaarde uit het zuidoosten neemt heel langzaam in kracht af. In de nacht koelt het dan af tot plaatselijk 5 graden. Met name het noordoosten leidt kans te maken op nevel en mist. En in de rest van het land is die kans aanmerkelijk kleiner. Ik denk dat het verkeer daar morgenochtend dus weinig last van zal hebben. En als die nevelmist eenmaal is opgetrokken, dan hebben we morgen vrij zonnig weer. In de loop van de middag begint wel het front langzaam zichtbaar te worden in het zuidwesten van het land. Maar dat zijn dan weer nieuwe, hoge sluierwolken die vanuit het zuidwesten eraan komen. Nou, die uh, gaan de zonneschijn wel iets temperen, maar echt bewolkt wil het nog niet worden. Droog weer dus, veel zon: 15 graden in het noorden en misschien 20 graden in het zuiden van Limburg. In de nacht naar woensdag neemt dan de bewolking verder toe en woensdag overdag hebben we te maken met heel veel bewolking. Heel af en toe schijnt nog de zon en uit de bewolking kan wat lichte regen of motregen vallen. 15 tot 17 graden wordt het, verwachten geen grote hoeveelheden. En zoals net al gezien, donderdag ligt het front dan alweer ten oosten van ons en dan komen we geleidelijk weer in drogere lucht met opklaringen. Af en toe breekt de zon weer door, verwachten nog niet al te veel van, maar het is waarschijnlijk wel een droge dag bij temperatuur van 15 graden. Vrijdag ligt een nieuwe storing boven de Noordzee. Die laat dan juist in het westen de bewolking weer toenemen. In de rest van het land hebben we te maken met een geregeld zon. Een maximaal opnieuw van rond de 15 graden. Kijken we dan wat verder vooruit. Nou, deze week gebeurt er dus niet heel veel op een enkel spatje op de woensdag na. En op de langere termijn blijft het ook heel rustig weer. De temperatuur gaat heel langzaam wat naar beneden... Maar nou ja, we gaan van rond de 15 of iets boven de 15 naar eigenlijk uh, nou, rond de 13 naar 14 graden. Dus daar gebeurt niet veel. Ook in de nachtelijke uren zien we dat het kwik langzaam wat daalt. Maar om nou te zeggen dat de winter gaat invallen, nee dat niet. En de regenhoeveelheden blijven ook klein voorlopig. Al met al houden we dus voorlopig rustig weer en met meer zon dan wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.